9 uur 's ochtends. Ik heb geen idee wat we gaan doen. Ik vind het heel erg spannend. Geweldig! Hi, lieve schat. Welkom in het Koninginnenhuis. Ja. Dit is dus een vakantieoord voor kinderen die terminaal ziek zijn of lichamelijk of geestelijk gehandicapt vakantie. Sharon kwam hier stage lopen en gevraagd van wat zijn je hobby's? Ze zei, nou, ik zing. Ik zeg, dan ben je dus ongelooflijk te klos, want dat wordt optreden voor de gasten. Ja. Ze zei, maar ik heb maar twee liedjes. Ja. Ik heb maar twee liedjes. En die heeft ze vervolgens 6 keer gezongen. Ja. Want het was toch een avondvullend programma. Leuk om erin te zijn. Ik heb hier hele mooie ervaringen mogen, bijzondere tijden beleven. Oh, wat leuk. Die ken ik nog van verkleedparties met de kids. Geniet ervan. Je bent een kanjer. Oké, okay, dankjewel. We zijn hartstikke trots op je. Hè? Heb je dat, voel je dat ook een beetje? Dat voel ik wel heel erg. Ja, en nu natuurlijk nog meer. En niet alleen Biddinghuizen. Heel West-Europa ligt aan je voeten straks, kind. Ja. Je gaat winnen, we voelen het. Heel veel inwoners willen jou iets toewensen. Gedachten, gedichtjes, tekeningen, van alles wat. Het opent natuurlijk met een voorwoord van de burgemeester van Biddinghuizen. Ja. Dat ben ik zelf. En dat bied ik je hierbij namens ons allemaal aan. Dank. Alsjeblieft. Super. Het is hartverwarmend om te merken dat Biddinghuizen, Dronten, Zwifteband mij steunt. En al die kinderen die tekeningen maken. En ja, te gek. Ik ben heel blij. Ah, wat leuk! Oh, bedankt! Ik vind het goed, omdat ze eigenlijk alle soorten muziek gewoon goed kan zingen. Of je de jazz laat zingen, disco, het maakt niet uit. Ze zingt het gewoon, het komt er goed uit. Dus ja, toppie. Ik ben fan van Sharon. Nou, ik ook! Welk liedje ga je zo meteen doen? Ik ga het liedje van Bill Withers doen, Lean on Me. Kent u dat? Ja. Ja, het gek. Ja, moet wel. Sharon is oké, olé, olé. De kandidaten zingen vanavond niet alleen, maar met het koor Gospel Boulevard. Dus dat wordt swingen. Het eerste nummer is Lean On Me van Bill Withers. Gezongen door Sharon. We all have song, Lord.
Sharon, normaal gesproken zing je alleen, nu met koor. Wat is moeilijker? Toch alleen zingen. Waardoor? Ja, je staat toch helemaal op je... Je bent echt aan jezelf toegewezen. En nu staat er zo'n vet koor achter. Dat is gewoon super. Vet koor, man! Ja, het lijkt me ook gezellig. Marianne. Ja, Sharon, wat je zegt, dat is lekker met zo'n koor achter je. Waardoor ik heel af en toe iets had van, het gaat een beetje in het geheel op. Maar ja, aan de andere kant, je solistische kwaliteiten komen dan toch ook weer zo geweldig naar boven. Ongelooflijk. En ik ken dit nummer eigenlijk alleen maar in een wat rustigere versie. En dit is veel meer van nu en het heeft heel veel meer power. Wat moet ik nou zeggen? Ik vind het geweldig. Nou... Gaan we even naar Henk, die hier zeker niet voor niks zit vanavond. Nee, ik ben een onafhankelijk jurylid vandaag. Ja, heel belangrijk. Zichtbaar tenminste, dat had ik namelijk voorheen ook altijd. Ik vond het heel ontspannen gezongen. Tot op 3/4. En daarna ga je adlibs maken, dus vrij zingen. En ja, dan kom je toch weer in een gebied terecht qua stem wat... Het is tussen het hele hoge en het middengebied is het een gebied wat ik niet prettig vind qua stem. En dat blijf ik zeggen. Tussen het hele hoge en het midden? En dat, ja, en dat is heel moeilijk zingen. Ik bedoel, iedereen heeft zijn sterke punten. Ja. Ja, en zij zit in het middengebied prachtig en in het hoge. En wat daartussen zit, ja, dat... Is erg geknepen. Vind jij persoonlijk minder? Vind ik persoonlijk, ja. Okay. En ik vond het verder een goede performance weer. Dankjewel, Henk. Ja. Ga even naar Henk-Jan als coach. Ja, ik vond het ook een erg goed optreden dit. En wat ik erg fijn vind is, daar heeft Henk Anja al een keer voor gecomplimenteerd. Van ja, het is iedere keer anders. Op het moment dat ze gewoon de melodie zingt, is het altijd goed. En op het moment dat ze gaat adlibs gaat doen, dus gaat versieren en variëren. Dan is het iedere keer anders. En iedere keer zo geïnspireerd, dan krijg ik kippenvel. En zelfs bij zo'n uptempo denk ik... Hoe krijgen ze het voor elkaar? Dit heeft ze nog nooit zo gedaan. Vanmiddag was het weer anders. Dat is iedere keer goed. Henk-Jan houdt ervan. Hè? Ja. En wil jij dat Sharon in die finale komt? Dan moet je dat laten weten door te stemmen en te bellen naar 09090301. Of sms Sharon naar 5656. En dat kan je nu al doen. Dankjewel, Sharon.